Goedemorgen! Nee, het is middag. Goedemiddag iedereen! Welkom bij de nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Dat is hier geen Star Wars special. Nee, zeker niet. Wat heb ik hier aan? Dat is een... Van Primark, dacht ik, zo'n XXL hoodie, veel te grote hoodie van Baby Yoda. Dat is niet van mij, dat is van mijn zoon. Voilà. Het was hier gewoon koud en ik zeg, ja, ik ga dat aandoen. En nu zit ik hier lekker Baby Yoda. Ja, goed. Dus... Wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we dus tonen wat ik vorige week allemaal gezien heb. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titels gezien. Ik vind dat dat goed is voor op één week. Zeker voor mij. Dus we gaan een keer tonen wat we allemaal bekeken hebben. Ik heb hier ook IMDB openstaan voor moest ik wat uitleg willen geven ofzo. Dus we gaan beginnen bij het begin. Ah ja, meestal hè. Want als je begint bij het einde, ja, dan is het erop gedaan. Hè. Goed, moet ik dat aanhouden of niet? Moet ik het aanhouden? Nee, nee, toch niet. Goed, de eerste film dat ik bekeken heb, is met de Octavia Spencer, dat is Ma. Voilà, dat is een thriller. Ze mogen dat niet opzetten. Horror, hè? Dat mag niet. Hè? Want dat is het zeker niet. Voor mij is dat dus een thriller. Dat gaat over teenagers die een plaats zoeken voor te gaan feesten. En Ma loopt in de buurt. Ze koopt wat drank voor Alder. En ze lokt al die mensen bij haar thuis. Maar dat zijn allemaal... zij heeft een volledig verleden met eigenlijk de ouders van die tieners zijn. Zo, ja, bla bla bla. Ik zou zeggen, ik ga het een keer aflezen, maar het is een Franse editie en ik kan geen Frans. Dus hou het bij die uitleg, ik weet het trekt op niet veel, maar het is wat het is. Dat was geen goede film. Dat kan ik wel al zeggen, dat was echt niet goed. Goed voor één keer te bekijken, maar voor de rest, ik vind haar nogthans een goede actrice, maar daarin was het eigenlijk echt niet goed. Het was ook dwazig heen. Op een gegeven moment... het is in een kelderverdieping dat die feestjes gebeuren. Zij komt via de keldertrap, maar er is ook nog een trap naar buiten met een luik. Zo, en op een gegeven moment komt zij naar beneden. Die teenagers willen naar buiten lopen, maar het is gesloten. Ze geraken er niet uit. En er ontstaat brand. En op een gegeven moment heb je nog altijd die kelderdeur. En ze staan er zo, oh nee, we geraken hier niet buiten. Ja, het is gewoon niet logisch. Op een gegeven moment krijgt ook Ma, krijgt hier zo'n mes in haar rug. Maar echt zo'n mes. Gewoon volledig erin in haar rug. En ja, het is lijkt dat ze zo... Weet wel, en ze loopt nog een keer naar boven en al, en weet ik veel, moest ik een sneetje krijgen van zo groot. Een sneetje van zo groot. Ik begin al te flippen. Zij krijgt zo'n mes in haar rug en ja, het is niets. Goed, dat is... De director van die film is Tate Taylor. Staat bekend voor... We gaan een keer kijken. Voilà, is er hier iets bekend? The Help of zo, ik denk dat dat ook met haar is. Dat is een bekend, The Girl on the Train. Is dat een bekend? The Girl on the Train? The Girl on the Train, maar dat is wel een goede film. Dat is een goede film, ook bekend voor Ava. Eva is ook een actiefilm, vond hem ook wel nu niet zo goed, maar dat is wel een van de bekender dat hij dus gemaakt heeft. The Help, The Girl on the Train en Eva. Dat zijn drie films dat ik al sinds ken. En in totaal heeft hij er al 10 gemaakt. Dus
Voilà, dat was de uitleg van Ma. Goed. De volgende film dat ik gezien heb is op 4K. Heb ik gezien in de cinema. Heb ik nu bekeken met Maurice. En ik vond hem eerst slecht en ik vind hem nog altijd slecht. Maar ik ga hem gewoon over in de collectie. En dat is Jurassic World Dominion. Dat is zo'n slechte film. Ik kan er niet aan doen. Maar allez, er zitten wel goede stukken in. Er zitten bepaalde goede actiescènes in. Dat wel. Maar gewoon dat verhaal. Ik weet nog altijd niet over wat gaat dat eigenlijk. Dat gaat over die springkaan. Over die klein dinosaurus die er ontvoerd wordt. Over klonen. Over dit, dat. Het is zo veel in één keer. Het is gewoon verwarrend zelfs. Het is, de actiescènes zijn goed, dat wel, maar het verhaal trekt gewoon op niets. Het is gewoon dikke shit allemaal. Het is, ja, en... Allee, het is zo spijtig, want het is met de originele cast, het is met de nieuwe cast. Het is gewoon zo slecht, echt. Ja, moest het niet Jurassic Park zijn, ik ging hem gewoon verkopen of wegdoen. Maar het is Jurassic Park of Jurassic World. Ik ga hem wel over in de collectie. Maar voor de rest, ja, het trekt echt op niet veel. Maar ja, het is wat dat is. Ik ga wel een keer opzoeken wie dat er dan geregisseerd heeft. Jurassic World Dominion. Voilà. Director is Colin Trevorrow of zoiets. En is bekend voor, heeft nog 8 andere films gemaakt. En Jurassic World 1 heeft hij gemaakt. Dat is een supergoeie voor mij. En dat is, voor de rest ken ik geen één. Ik wil het wel een keer vlug zeggen. Gary Under Crisis, Safety Not Guaranteed. Oh my god. Safety Not Guaranteed. The Book of Henry. Battle at Big Rock. En dat is. Voor de rest heeft hij nog niks gemaakt. Dus ja, ik ken hem juist van Jurassic World 1 dan. Voilà, dus Jurassic World Dominion. Maar is echt niet goed. Dan de volgende film is ook op Blu-ray. Heb ik bekeken. Is met Mark Wahlberg. Dat vond ik een hele, hele, hele goede film. Voilà, ik ga hem hier al een keer klaarzetten. En dat is mijn Mark Wahlberg Lone Survivor. Dat vond ik echt een mega goeie film. Het is ook waar gebeurt die film. Het gaat over een soort van Navy SEALs of Special Forces. Maar ik denk dat Navy SEALs is. Die op verkenning vier Navy SEALs die op verkenning moeten gaan naar in Afghanistan. Naar een dorp of zo, waar dan er een van de Taliban zou zitten. En ze moeten gewoon op verkenning gaan, maar ja, weet je al, het gaat allemaal naar de kloten. En ze worden ontdekt en ze moeten eigenlijk dus al de verweren tegen een volledig leger van de Taliban. En er gebeurt van alles natuurlijk, maar ja, je moet maar een keer kijken naar die film. Maar het is echt voor mij een super, super goede topfilm. Echt wel een van Mark Wahlberg's en beste films, vind ik persoonlijk. Maar oh ja, dus Lone Survivor, super goede film. Ik ga een keer kijken van wie dat gedirect is. Director is Peter Berg. Maar ik denk, dat is wel een bekende. Hè? Die heeft wel veel films gemaakt. Is, wat is dat? Producer, actor, writer. Wat zijn ze? Known for credits, producer, director, hier. Director, ja. Voilà, die is bekend voor. Welcome to the Jungle met The Rock, Friday Night Lights, dan The Kingdom, Hancock, Battleship is ook bekend, ja, een serie The Leftovers, dan Ballers met The Rock ook, Deepwater Horizon is ook een bekend, Patriots Day. Ja, Mile 22 heeft wel veel films met Mark Wahlberg, blijkbaar. Maar ja, dat zijn dus zijn bekendste films. Ja, supergoeie film, zeker een aanrader. Moet maar een keer kijken.
Goed, de volgende is ook een Blu-ray dat ik bekeken heb. Vond ik ook een hele goeie. Dat is met Matt Damon, is The Martian. Eigenlijk die film gaat over patatten kweken op Mars. Nee, dus het gaat over, over een paar astronauten die op Mars zijn. Ze moeten dringend vertrekken omdat er een storm is. Er is één die wordt achtergelaten. Ze denken dat hij dood is, maar hij leeft eigenlijk nog. En hij zit dus helemaal alleen op Mars. En hij moet dus overleven. En de mensen op aarde ontdekken dat hij nog leeft. En doen er alles aan om hem te redden. Voilà, daar gaat het een beetje over. Super, super schone film. Is van Ridley Scott. Super schoon in beeld gebracht. Echt een topfilm. Ga ik even kijken van... Ah ja, ik heb het juist gezegd. De Martian. Voilà. De Martian. Dus like dat ik zei, director is Ridley Scott. En dat is volgens mij de... heeft 52 films gedirect. Pardon. En dat zijn er wel veel bekende. Dus Alien 1. Blade Runner. Legend, Black Rain, Thelma & Louise, 1492 Conquest of Paradise, G.I. Jane, Gladiator, Hannibal, Black Hawk Down, Matchstick Man, Kingdom of Heaven, enzovoort enzovoort, Body of Lies, Robin Hood, Prometheus, The Counselor, ja het zijn er zoveel, Exodus, Alien Covenant, ja. En dan die serie Raised by Wolves, maar dat vond ik persoonlijk niet zo goed. Maar goed, ja. Dus ja, heel bekend. The Last Duel, dat was ook een hele goeie. Voilà. Dus The Martian, supergoeie film. Check it out. Dan de volgende film is met Jackie Chan, ook op Blu-ray. Vond ik echt niet goed. Ja, is het eigenlijk de moeite dat ik... Ik denk dat dat zelfs van Jackie Chan zelf is, dat hij gemaakt is. Maakt niet uit, ik ga het zelfs niet opzoeken, want het is echt geen goede film. Dat is Jackie Chan, Police Story, Back for Law. Dat was echt een slechte film. Ik zie graag Jackie Chan, maar dat was gewoon echt stom. Dat waren like, allemaal kleine verhaaltjes in één film en zo. En het was gewoon stom, belachelijk. Veel te saai, 111 minuten, maar echt super saai. Echt, dat was echt geen goede film. Zeker geen aanrader. Ik heb het ook aan iemand anders gevraagd van Movie Matters podcast, die ook graag naar Jackie Chan kijkt. De Tim, Tim Poelman, denk ik dat hij noemt. Ik kan er nu niet opkomen, maar ik denk dat het zo is. En die zei ook, dat was super slecht. En trekt ook op niets. Die gaat zeker weg uit de collectie. Goed, de volgende film is op DVD. Ik ga hem hier al een keer intikken. Voilà. Dat is met Eric Roberts en F. Murray Abraham. Dat is By the Sword. By the Sword, volgens... Hey, ik vond dat echt wel een goede film. Het is niet zo'n typische actiefilm... het is ook geen typische martial arts film. Het is echt zo, het gaat over schermen. Dus over de sport schermen. En Eric Roberts is eigenlijk een Olympisch kampioen die nog nooit verslaan geweest is. Zijn vader is vroeger vermoord door een dien. Dien komt bij hem voor les te geven. Maar jij weet natuurlijk niet dat een dien de moordenaar is van zijn vader. En ja... Je gaat toch wel zien als je er ooit naar kijkt. Ik vond hem echt goed. De director is Jeremy Kagan. Of Kahan. Ja, ik weet niet hoe ik moet uitspreken. Het zal wel Kagan zijn. Heeft in totaal 49 films gedirect. Zijn er daar bekende bij? Ik weet het niet. Maar we gaan een keer vlug kijken wat ik ken. Director of Columbo, die serie. Ik zie hier niet te veel. Color of Justice, bij dat dan wel een bekende film is. Nee, heel veel bekende. Het zijn allemaal wel zo B-films en al, maar ja, dat is ook niet echt een A-film, maar ook meer een B-film. Maar het is wel, oh, sorry.
Maar het is wel een goede film, dat wel. Dus voor mij zeker een aanrader voor een keer te bekijken. By the Sword. Ik heb dat gekocht op de Homemarkt. Denk voor 50 cent of een euro of zo. Dus. Goed. Dan de laatste film was ook op DVD. Gaan we een keer intikken. Voilà. Vond ik persoonlijk wel een goede film. Een Engelse film. Met Joe Cole. En Joe Cole is de acteur die meedoet in A Prayer Before Dawn. En daar heb ik in mijn vorige film, de vorige video gezegd van wat ik bekeken heb de week daarvoor. Goeie film dat, was dat. En dat is een dinier Offender. En dat was ook wel een goeie film. Dat gaat over Joe Cole, heeft een vriendin, verliest haar kindje door geweld in de straat, door rellen of zo, ik weet niet meer wat het juist was, als is door een paar criminelen. En hij komt te weten dat die criminelen allemaal in de jeugdgevangenis zitten en hij laat zijn eigen oppakken voor wraak te nemen in, in het jeugdgevangenis. Ja, echt, ik vond het wel een goeie film, dat je mij geen seconde verveelt. Is dat een topfilm? Nee, dat niet, maar ik vond het wel echt een goeie. Voilà, dus, ik ga een keer kijken. Dus, dat is gedirect door Ron Scalpello, ja. En die is bekend van... Heeft die bekende films? Ik weet het niet. Director van... Nee, ook niet echt. Totaal geen bekende film. Bekende films? Nee, totaal niet. Oké, ja, maakt niet uit. Maar dat is wel een goede film. Goed, voilà. Dus dat waren de films dat ik bekeken heb. Ma, Jurassic World, Lone Survivor, The Martian... Jackie Chan Police Story, By the Sword en Offender. Voilà. Zeker Jackie Chan, die film ga ik zeker wegdoen. Die Ma ben ik nog aan het twijfelen, maar ik weet het lijkt niet. Het was een keer goed voor te zien, maar ja, we zien wel. Voilà mensen, dat was de video voor vandaag. Kijk, speciaal voor jullie zo. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Blu-ray Daddy82. En ik zou zijn. Tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn. Weet ik niet. Dat zal volgend weekend waarschijnlijk zijn. Ik heb de laten. Dus dat wil zeggen om 10:30 moet ik beginnen. Zaterdag en zondag. Maar ik heb gezien dat er zaterdag wel een rommarkt is. In Zwevenzelen. Dus daar ga ik wel een keer naartoe gaan. Ik heb gezien dat het vanaf 6:30 is. Dus het kan zijn dat ik daar 7:30 of zo ga zijn. En dat ik toch wel het een en het ander misschien weer ga vinden. En toen zal ik wel nog een video maken. Voilà. Allee, allemaal bedankt om te kijken. Like de video. En ik zou zeggen, salut!